Op 3 van de 6 punten die door de onderwijsinspectie zijn onderzocht, scoort de locatie Heiligenstraat van het Linge College een onvoldoende. De inspectie heeft ons op een aantal punten een onvoldoende gegeven. En samengevat vinden ze de schoolkwaliteit niet op orde. Het gaat om de kwaliteitszorg, het didactisch handelen en rekening houden met verschillen tussen leerlingen van HAVO en VWO. De veiligheid op school, het schoolklimaat en de resultaten van de leerlingen zijn wel in orde. De inspectie heeft een nieuw kader. Dat is een behoorlijk streng kader, vergeleken met de oude onderzoeksmodellen. En dat kader zegt dat je nu vooral rekening moet houden met leerlingen die meer uitdagingen aan kunnen. En in de les laten zien dat je daar verschillend mee omgaat vergeleken met andere kinderen. Dus verschil maken tussen leerlingen in de les is aan de orde. Daar moeten we beter mee omgaan. Er wordt een verbeterplan geschreven om binnen een jaar de zaken weer op orde te brengen. Ouders worden daar nadrukkelijk bij betrokken. Er is inmiddels een brief gestuurd om hen te informeren over de slechte resultaten. Ik ga ervan uit dat het personeel dat afgelopen jaar begonnen is met een aantal vernieuwingen daar gezamenlijk goed mee door kan gaan. Ik moet daar wel zo op sturen dat we met dezelfde prioriteiten stellen binnen de school. Dat valt soms niet mee, want mensen hebben verschillende ideeën over wat ze het liefste doen. Dat kan nu even niet. We moeten nu de schouders eronder zetten en samen dat plan gaan uitvoeren dat ik aan het opstellen ben. Op 18 juni is er een bijeenkomst om met ouders van gedachten te wisselen over de nodige veranderingen op de school. Als je het hebt over een leerling met een onvoldoende, dan zeg je het moet voldoende worden, anders dan komt er een dreigement. Dan zijn er consequenties. Bij de inspectie is het zo dat de school een jaar de tijd heeft om een voldoende te scoren. En als dat niet gelukt is, zal de inspectie strengere maatregelen treffen. En het voert een beetje te ver, het is te technisch om te zeggen wat er nou precies voor maatregelen zouden komen. Maar de inspectie gaat dan meesturen met het schoolbeleid in plaats van afwachten of het gelukt is. Dus dat betekent dat we de regie een beetje aan de inspectie moeten overdragen. En dat zou niet best zijn.